Hoe kom je als rechter tot een straf? Hoe ga je daarbij te werk? Straffen heeft een aantal doelen. Een eerste doel is vergelding. Iemand heeft iets gedaan wat niet mag en dat verdient gewoon straf. Een tweede doel is um, dat je de samenleving wil beschermen tegen deze dader. Maar ook een strafdoel is dat je wil voorkomen dat deze dader nog een keer in de fout gaat. Bij levensdelicten of bij een ernstige zedenzaak staat vergelding vaak voorop. Of bescherming van de samenleving. Waarbij een winkeldief, um, die bijvoorbeeld drugsverslaafd is. Daar staat dan weer voorop dat je wil voorkomen dat deze dader nog een keer in de fout gaat. En zo is het in iedere strafzaak weer een weging van die verschillende strafdoelen. Bij straf kijken we natuurlijk eerst wat wordt iemand verweten en kunnen we dat bewijzen? En als we dat kunnen vaststellen, dan kijken we natuurlijk naar de ernst van dat feit. Hoe, hoe erg is het nou? En als we dat weten, kijken we naar de omstandigheden rondom dat feit. En het hele pakket tezamen uh, kom je tot een straf. En daarbij weeg je ook de persoonlijke situatie van de verdachte mee. En natuurlijk of die al eerder uh, de fout in is gegaan. Uh, en je kijkt naar wat in vergelijkbare zaken wordt opgelegd. Hoe weeg je daarbij de persoonlijke omstandigheden van de verdachte mee? Elke zaak is maatwerk. Dus je kijkt naar de situatie van een verdachte op zich. Wonen, werken, leven, financiën, dat zijn wel de hoofdpunten die daarin een rol spelen. Wat heeft iemand te verliezen bij een straf? Heeft iemand een huis, heeft iemand een baan? Raakt hij dat allemaal kwijt als je hem naar de gevangenis stuurt? Je kunt je voorstellen dat bij een moordzaak een gevangenisstraf natuurlijk aan de orde is. Maar bij een winkeldiefstal, als iemand kostwinner is in het gezin. Uh, dan kan het zijn dat je iemand een taakstraf geeft of een geldboete... en niet de gevangenis instuurt... omdat de gevolgen dan veel te groot zijn ten opzichte van het strafbare feit. Maar je kijkt ook wat is er nodig om te voorkomen... dat deze dader nog een keer in de fout gaat. En dan kijk je bijvoorbeeld naar... heeft iemand hulpverlening nodig? Hè? Iemand die verslaafd is of iemand die uh, uh, psychische problemen heeft... is vaak beter af bij hulpverlening dan dat je hem naar de gevangenis stuurt. Nou, en zo gaat het erom dat je bij iedere zaak weer kijkt... Wat doet nou recht aan deze zaak en wat doet nou recht aan deze dader? Hoe ga je als rechter om met onbewuste oordelen? In de eerste plaats door je te realiseren dat die er zijn. Ieder mens heeft vooroordelen, onbewust en een rechter dus ook. En als je dat bij jezelf merkt, moet je alert zijn, maar ook als je merkt dat je collega uh, dat heeft. En nog breder, in de opleiding van rechters, jonge rechters en, en de wat oudere rechters, is daar volop uh, uh, aandacht voor. Zelf probeer ik altijd een zaak of een zitting zo onbevangen mogelijk in te gaan. En daarmee bedoel ik te zeggen dat de verdachte meer is dan alleen de verdenking of alleen datgene waar hij van wordt verdacht. De verdachte is ook een vader, een huisman, een werknemer, nou, noem maar, maar op. Als rechter kijk ik goed naar dat ik niet op mijn voorgevoel afga, maar juist goed uh, uitvraag hoe iemand in elkaar steekt en wat er ook blijkt uit het dossier. En ik probeer mezelf en mijn collega's altijd uit te dagen. Uit te dagen, op elkaar standpunten, uh, oordelen. Uh, en om te onderzoeken of er iets of iemand is uh, dat mijn mening, mijn oordeel kleurt. En op zo'n manier probeer ik eigenlijk de ruis weg te halen.